Den Bosch gaat in de play-offs op jacht naar zijn 19e landstitel. Lukt dat? Dan wordt het aantal van recordkampioen Amsterdam geëvenaard. Om zover te komen moet Den Bosch vandaag eerst afrekenen met Stichtse. De eerste halve finale in Bilthoven. Na 5 minuten krijgt Den Bosch al een corner. Irene van der Assem, zij schuift hem af. Matla komt er niet aan. En de uithaal van Van Geffen gaat via Pien Sanders tegen de plank. Maar wel de verkeerde kant van de plank, de zijplank. Het eerste plaagstootje is dus uitgedeeld door Den Bosch. Dat absoluut de betere ploeg was in het eerste kwart. Als in het tweede kwart komt Stichtsen enigszins een stuk voor. In een goede actie van Franke Richardson. Zij is terug naar blessureleed. Het levert de eerste corner op voor Stichtsen. Het gebeurt na 21 minuten. En daar hebben ze natuurlijk Kaya van Maasakker voor. Maar van Maasakker gaat aan de wandel. Bal naar Colleen Derksen van de Heuvel. Maar die actie wordt afgefloten. Ook de eerste corner van Stichtsen levert dus uiteindelijk niks op. Dan Den Bosch weer. Met Lieke Hulzen. Goeie bal, Pleun van de Plas. Maar zij krijgt de bal niet lekker mee. En mede daardoor staat het 0-0. Na 35 minuten bij Stichtsen Den Bosch. Inmiddels in het derde kwart met Frederik Matla. De meest actieve speelster van Den Bosch. Speelt een goede wedstrijd. Bijna bij elke aanvallende actie van Den Bosch betrokken. In de tweede corner van Den Bosch. Met Van den Assem. Een variant. Via Van der Plas. Maar wederom geen resultaat. Den Bosch dat vorige week ook tegen Stichtsen speelde. Den Bosch won die wedstrijd met 3-1. Vrij gemakkelijke overwinning. Den Bosch nu ook weer de betere ploeg. Begin van dat derde kwart met Liedewij Welten. Goeie actie. En dan Marlies Verbrugge. Gigantische kans. De openingstreffer. Die is niet besteed aan de routinier. Na het seizoen stopt. Stichtsen teruggedrongen. Op eigen helft. Weer een bal onderschept. Van der Plas. Mooie actie. Natuurlijk van Matla. Goed de cirkel binnen. Bal afschermend. Dan komt hij in een lastige hoek bij Van Geffen. Ja, die krijgt de bal er op een voetje. Van Stichtsen. Maar ze kregen geen corner voor. Daar komen Tina Bachman en haar vrouw dus goed weg. Opnieuw Matla. Het stormt dus nog even in Bilthoven. Matla goed de cirkel in. Maar Hinch attent gekiept. En Liedewij Welten die de bal niet in het doel krijgt. Den Bosch beter, maar nog steeds 0-0. Dat is het verhaal van deze wedstrijd. Maar dan dit moment. Colleen Derksen van de Heuvel. Veel speelsters van Den Bosch om zich heen. Verslikt zich. Raakt de bal kwijt. Het publiek roept shoot. En de bal komt uiteindelijk bij Liedewij Welten. En die fantastisch uithaalt. 1-0 voor Den Bosch. Dat gebeurt na 54 minuten. Die Derksen van de Heuvel. En die bal komt daar op Den Bosch voet zo te zien. Van Marlies Verbrugge. En uiteindelijk de bal bij Welten. Ja, die maakt het geweldig af. En is een zuur van Stichtsen. Dat weliswaar de mindere ploeg was, maar dit is ook een beetje een teleurstellende manier om een doelpunt tegen te krijgen. Kan Stichtsen nog wat doen aan die achterstand? Dat is de grote vraag. Hier een goede actie van Sander Waard. Die een corner oplevert. 12 minuten voor tijd. Van Maasakker. Een variant en die mislukt. En daardoor blijft het 1-0 voor Den Bosch dat de eerste halve finale wint van Stichtsen. Amsterdam in het wit krijgt na 6 minuten een vrije slag genomen door Kitty Vermalen. Haar push wordt gestopt door keepster Larissa Meijer. Maar de rebound is het Marijn Veen die voor het openingsdoelpunt zorgt. Maar protesten bij Oranje-Rood en terecht. Want de vrije slag die Kitty Vermalen neemt had afgekeurd moeten worden. Want zij moet met de bal 5 meter lopen, maar ze loopt maar 3 meter. Dus dit is een onterechte goal, maar wel mooi ingeschoten door Marijn Veen. Zo is het na 6 minuten 1-0 voor Amsterdam. Scheidsrechter Kempenaar had dit doelpunt moeten afkeuren. Even later een kans voor Oranje-Rood van Freke Moes. Maar haar inzet wordt gekeerd door keepster Anne Veenendaal in het doel van Amsterdam. Amsterdam dat in het eerste kwart de betere ploeg was. Hier een kansje voor Charlotte Vega. Gaat alleen op keepster Larissa Meijer af. Had natuurlijk moeten scoren, maar maakt ze komen over de bal heen, deze Charlotte Vega.
En zo blijft het 1-0 voor Amsterdam. Wat een kans voor Amsterdam op de 2-0. Dan oranje-rood via de Japanse Oikawa. Bal komt voor, tip in van Freke Moes, gestopt door Anne Veenendaal. En ook de inzet van Fiona Morgenster wordt gestopt door Veenendaal. Eigenlijk de enige kans voor oranje-rood in het eerste kwart. Dan weer Amsterdam met de interceptie door Julia Müller. Eva de Goede met de voorzet. De tip in van Kitty Vermalen op de lat. En uiteindelijk is het Charlotte Vega met een inzet. En die wordt gekeerd door het lichaam van Fleur Broers. Dus terecht door scheidsrechter De Kempenaar een strafbal gegeven voor Amsterdam. Dan komt naar voren Eva de Goede oog in oog met keepster Larissa Meijer. Voor de 2-0. Maar Eva de Goede schuift die bal naast het doel van Larissa Meijer. En zo blijft het 1-0 voor Amsterdam aan het einde van het eerste kwart. Dit zijn beelden uit het tweede kwart. Weer een kans voor Amsterdam met een snelle counter. Kitty Vermalen heeft de bal terug aan Eva de Goede. Die krijgt de kans met de backhand, maar een goede redding van Larissa Meijer voorkomt de 2-0. Dit is Toon Siepman, de coach van Oranje-Rood. Ziet dat zijn ploeg voor het tweede jaar in de halve finale van de play-off staat. Dit is een strafcorner voor Oranje-Rood. Wordt niet goed aangegeven, maar het is uiteindelijk Kibbe Jansen met een kans. Maar haar schot gaat naast het doel van Veenendaal. Zo blijft het 1-0. En dat is ook de ruststand. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Valérie Magie levert daar een bal in bij Kitty Vermalen. En die maakt daar gebruik van en scoort de 2-0. Enorme fout van veteranen Valérie Magie. Zo'n fout mag je natuurlijk niet maken. Maar Vermalen profiteert daar optimaal van. En scoort de 2-0 voor Amsterdam. Magie met een lange paas. Aanvoerster Van der Velde met de backhand. Maar die bal gaat naast het doel van keepster Veenendaal. Veel publiek in Eindhoven voor deze eerste halve finale van de play-offs. Strafcorner voor Oranje-Rood. Jibbe Jansen, de push. En die wordt eruit gelopen door een van de verdedigsters van Amsterdam. Siepman ziet dat zijn ploeg deze wedstrijd niet gaat winnen. Maria Verschoor, inzet van Kelly Jonker. Dan op het lichaam komt die bal daar van Lisa Post. De scheidsrechter Kraaienveld geeft een strafbal aan Amsterdam. Maar collega Kempenaar die corrigeert hem, want het was een strafcorner en geen strafbal. En die strafcorner wordt wel benut door Amsterdam. Schitterende variant op Kitty Vermalen. Al onbekend deze variant. In de eerste helft werd hij nog goed verdedigd door Laura Nunink. Maar dit keer staat Vermalen helemaal vrij en schuift die bal onder het lichaam van Larissa Meijer. En zo wint Amsterdam in Eindhoven volkomen verdiend met 3-0.